Hallo, ze brengen ze bij Rikse Begin bij zijn naam van Mimonteur Huis op Stelten. Adel, of misschien liever Arno van Adel. Hij is iets wat gesofisticeerd. Wat jij zegt, Miel. Het enige wat ik weet dat ik kan doen is die lijm gebruiken om zijn huis te fixen. Hallo, en voor de rest Arno. Heb ik geen idee. Hey, Miel. Ik kan eens kijken tussen mijn spullen. Ik had die lijm nodig, toch? Hier zo, lijm. Lijm. Hier ben ik met de superlijm. Ja, zo'n situaties kunnen wel eens voorkomen. Sorry, kerel. Dat is niet bepaald een eenvoudig gebouw. Inderdaad. Maar je moet je gewoon op de opdracht storten. Anders kom je nergens in het leven. Precies. Oké, dan gaan we maar, denk ik. Heb ik er nog een foto erbij? Oh, hier staat een plaatje. Kan ik daarop klikken? Ja, oké, mooi. Is dit alles dan? Hoe de fuck? Wat? Moet dit? Ja, het spreekt me wel aan. Nee, maar mij niet. Wat het precies zegt, weet ik niet. What the fuck? Verkeurde je mijn huis nou goed? Laten we beginnen met het deel dat duidelijk is in ieder geval. Oh, dat is lekker makkelijk. Nou, dit deel is tenminste duidelijk, toch? Ja. Dan komt er nog een kleine vierkantje aan. Ik heb echt keuze momenteel. Wow. Keuze niet normaal. Wil dat plaatje even wegrotten? Ah, beter. Beter! Niet slecht, maar je kan zeker nog beter. Nou. Zo bouw jij het, meneer Adel. Wat moet hij nog meer dan? Hebben we hier deze erop? Een mooi rond raam. Er zit ook nog een mooie deur met een raar vloepje erboven. Ja, we kunnen sowieso dat speciale dak erop gooien natuurlijk. Ik weet niet, hebben we daar nog meerdere van of is het maar eenmalige? Dan moet ik natuurlijk eerst omhoog. Aan de kant, jongen. Flikkeren we die er even op? Ah, dat is echt het makkelijkste huis. Is dit alles dan? Wat? Ja, het spreekt me wel aan. Ja, flikker het erop. Wat het precies zegt, weet ik niet. Nou, het zegt dat je een huis hebt. Zit die? Het zit als gelijmd. Mooi. Is het blauw of is het koud? IJskoud als je het mij vraagt. Nou, mooi, nog een mooie Tequila Sunrise over zijn huis zijn. Dat vindt hij vast hartstikke leuk. Ah, even mooie tegeltjes. Dat vind ik wel cool. Dat is wel mooi voor een huis. Dat is tenminste niet verschrikkelijk lelijk. Juist wel eens nog verschrikkelijk lelijk. Arno Adel, geen zorgen, man. Is dat alles? Meer hoef je niet te doen. En de deur een klein beetje deze kant op. Een mooi en deze rond, zo. Maar prachtig. Maatgemaakt designraam. Oh, dat is een raam. Mooi, mooi. En helemaal van glas. Is het zo goed? Ja. Hey. Dat is knap gebouwd, ja. Maar wat is dat hier nu? Alle rommel ligt hier nog. Wat liggen die oude radiatoren hier? Ja. Die moeten hier niet zijn. Inderdaad. De vloerverwarming is al op een andere manier geregeld dus. Iemand moet iets verkeerds besteld hebben. Er moet iets zijn misgegaan met de levering, whatever. Wat jammer nou. Dit moet hier gewoon weg. Laat het noep. Miel, jij kan die dingen hier wel weghalen. Oh, hè? Miel, rem jij het maar weer op. De rest bij als je wil. Dank u wel, edele heer. Dit leggen we beter in de laadbak. Waarom moeten mensen dat alles op Miel afschuiven? Oh, Miel, ruim jij het maar op. Ze moeten dus gaan betalen. Dat zou fijn zijn. Nou, we gaan naar huis. Oost-west. Thuis vappen. Oké, we hebben tenminste de stenen bakplaat voor bakker Beerslet. Dus daar gaan we even lekker heen, denk ik. Met de coole stenen bakplaat van steen. Die een bakplaat is. Ik geloof dat we als missies momenteel dus hebben bakker Beergje het verkrachten. Dat is missie 1. Missie 2 die we hebben is... Wat hebben we ook weer nog meer als missie? Ja, goeie vraag. Ik geloof een kat hosselen voor Mario Molenaar, als ik me niet vergis. Maar I could be vergissing hier. Ik geloof dat Mario Molenaar een kat wil. Om muizen te vangen. Dat weet ik, Miel, want we rijden eigenlijk heel raar. Ik rij echt heel raar. Ik rij verschrikkelijk raar. Maar misschien ben ik ook raar. En ik kom ervoor uit, oké. Okay. Even kijken, hier is bakker Birgit. Ik heb nu een mooie stenen bakplaat voor hem mee. Als het goed is. Bakker Birgit. Hallo, Miel. Hallo, Birgit. Nu heb ik alles, denk ik. Mooi. De muurstenen voor de oven liggen op hun plaats. Ze moeten enkel nog samengevoegd worden. Maar er ontbreekt nog iets. Een grote stenen plaat of zo. Oh, nee toch. Gebruiken als bodem voor de oven. Die Birgit toch. De baksteen, zeg. Die heb ik niet hoor, Birgit. Laat ik eens kijken wat ik bij heb. Oké, ik heb hem toch wel. Haha. Birgit, kijk eens hier. Ik heb hier iets dat wel van pas kan komen. Nou, dag niet, Miel. En bouwen. Stenen op stapels. Ik ga naar je tuin. En begin eraan. Ik ga naar je tuin en verkracht je dochter. Heeft ze een tuin? Oh, hier. Oké. De ene steen op de andere. Je moet alleen wel weten
in welke volgorde? Ja, inderdaad. Wat een hel is dit, zeg. Poeh. Zeg, voordat we beginnen met de bakplaat. Goed, zo, Rick. Oké, wat nu? Miel? Little help here. Ja, dit houdt er... Oh, het is een boog. Ik zie het nu, hier. Dit houten raam kan misschien van pas komen om stenen tegen te zetten op een of andere manier. Hij is wat te doen. Het is in elk geval de moeite waard om het eens te proberen. Hier. En dat kan ik wel. Je moet een boog gaan maken. Oké, dat kan ik wel. Je moet dus maar blokjes gaan zoeken die je zo schuin kan stapelen. Dit houten raam kan misschien van pas komen om stenen tegen te zetten op een of andere... Dit is een houten raam. Gemaakt van hout. Om stenen op te zetten. Oh, dit kan wel. Yes. Het is in elk geval de moeite waard om het eens te proberen. Moet ik nou een boog gaan maken of niet? Ja, ik denk dat de boog nu begint ongeveer dan. Miel, bek dicht. Te zetten op een of andere manier. Het is in elk geval de moeite waard om even deze deurtjes wat meer. Nee, ik ga hier even de stenen neerleggen. Dan kan ik daar tenminste een beetje tussen kloten. Zo, mooi. Welke steen zal het zijn? Deze steen misschien? Ja, dit houten raam kan misschien van pas komen om even deze ramen er toch in te zetten op een of andere manier. Ik kan sowieso dit klepje aan de onderkant alvast doen. Het is de moeite waard om het eens te proberen. Klik. Yay! Great succes. Ik denk dat we dit nodig gaan hebben als een achterframe of zo. Ah! Kijk, nou kun je natuurlijk gaan bouwen met die stenen. Dat is duidelijk. Help. Little bit of help here. Ja. Oh, kijk. Nu snap ik hem wel. Nou, behalve dat ik nog steeds de verkeerde stenen pak, maar langzamerhand komen er wel ook kijkertjes. Kijkertjes, jong en oud. Braaf en stout. Wij maken een mooie... Ik vind het wel vet gedaan, een beetje als tussenmissie. Je moet alleen wel weten in welke... Ja, waarschijnlijk moet je eerst dit afmaken en dan pas kun je die doen. Ja, oké. En dan kun je natuurlijk dat frame weghalen, want deze boog gaat bij zichzelf staan. En dan zet je de deur erin. Hoppa! Ja, dit houten raam hebben we niet nodig. Oh, dan moet je het houten raam uithalen. Merkwaardig. Kijk eens. Oh! Een echte prachtoven. Hier kan je pizza's bakken aan de lopende band. Ja, ja. Alleen omdat hij aan de zijkant open is. Maar daar hebben we niet aan gedacht, hè, Miel. 2D oven. Ja, dat maakt Miel niks uit. Fuck jullie. Maar, Miel, zo hard gewerkt. Het is echt een mooie oven geworden. Dank je. Pijp me nu. Nu kan ik beginnen bakken. Trouwens, ik heb gehoord dat je iets gevonden hebt over Wilma. Klopt. Ja, men komt nogal wat te weten als men in een bakkerij werkt. Precies. Maar wist jij dat mijn grootmoeder in dezelfde klas zat als zij? Mijn grootmoeder mocht wel nooit bij haar thuis komen. Oeh. Aarde. Ja, zo zeg je. Ja, maar nu ga ik weer verder. Miel dacht zo van... Kijk, Birgit wil proberen Miel te helpen. Miel zo van... Het boeit me helemaal niks, hoor. Dat is ongeveer Miel's interpretatie van het verhaal. Ik moet alle drie die stenen hebben, want dan krijg ik een onderwaterhuis. En volgens mensen is het huis van Miemonteur verkende ruimte het onderwaterhuis dat je krijgt van die steen. En dat vind ik leuk en nu ga ik naar huis. Oost-west. Thuis is lachen. Even naar binnen, even naar buiten. Wat kun je eigenlijk mee? Wat kun ik hiermee? Een aantal radiatoren. Die kan je ook als zonnepaneel gebruiken. In de auto dus. Nee, dat was een grapje. Wat moet ik nu serieus doen? Ik alleen naar Mario Molenaar. Ik ga een keer naar Wies Waters. Wies motherfucking Waters. Ik ben nog nooit bij Wies Waters geweest namelijk. Dus ja, vandaar. Zij heeft vast een kat voor me. Onderwaterkat. Een meerkat. Oh! Oh! Nee, serieus, het zou best kunnen. Eigenlijk was het een grapje. Oké, misschien niet. Ik vraag me af hoe ver wij komen met het spel. Ik vind het momenteel vermaak ik me. Zolang ik iets te doen heb in dit spel, vind ik het leuk. Alleen op het moment dat mensen me geen quests meer geven en missies en shit, ja, dan ga ik me snel vervelen. Ik moet denk ik gewoon even varen dat iemand op de radio belt. Iemand roept Miel op. En dan, ja, dan gaan we weer gezellig missies doen. Voor mij schieten we redelijk op in deze game. Als kind ben ik in ieder geval nooit zo ver gekomen. Dat is duidelijk. Maar als kind was ik ook niet bepaald oud. Ik heb vast al een keer gezegd dat het een gezichtje is. Het liefst wil ik nu de kaart pakken, maar dan weet ik dat Miel gaat janken. Oké. Die is watertjes. Het is niet echt de beste route die hij nu neemt trouwens. Oké. Het is een te doen route. Wies Waters, we komen eraan. Ik wil met jou varen gaan.
door de zeeën, door de landen, door alles heen. Wie's water schiet de hulp. Nu wou ik zeggen dat ik ging ruimen op been. Of pijn. Maar dat deed ik niet. Oh, dat is de gemaakte brug. Oh god, nee, ik ga niet crashen. Niet crashen, Miel. Hou je in. Bedaar jezelf. Zo. We hebben toch een heerlijk snelle boot. Tenminste, sneller dan de roeiboot van Miel Monteur Recht door Zee. Kijk mijn Miel Monteur Recht door Zee serie. Ik zei niks over kijk mijn Miel Monteur Recht door Zee serie, dan krijg ik geld. De man van het benzinestation. Maakt niet zo heel veel uit. In principe voor iedere video die jullie van me kijken, krijg ik geld. Geld! Yeah! Het is echt niet eens een cent, dus maak je geen zorgen. Ik doe het meer omdat ik geen zin heb om Miel Monteur te spelen. En mensen kijken graag hoe ik Miel Monteur speel. Hey bitch, kom eens naar buiten dan. Zo leeg als een leeg geblazen ei. Ah, kut. Thuis. Ja, nou, dat vind ik jammer. Vind je nou jammer? Ik weet wel eens hoe de boot eruit ziet. Je hebt het geleerd. Wat deed je naar Miel? Ging je naar Fappen dan? Oh, nou. Teleurstellend in ieder geval. Nou, wat gaan we nu doen dan? Oost-west. Thuis, thuis, kut. Je kent het gezegd, Miel. Dag, Miel. Yes! Ja, ik heb hier enkele bruikbare spulletjes. Groetjes. Spetta. Dank u wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende vatbeurt. Oké, wat hebben we voor moois gekregen van je Klaas Worst? Oh mijn god, een wenteltrap. Leuk spulletje. Een flippenkast. Had ik niet al een flippenkast? Ik had iets in die richting. Skateboard. Ik denk dat ik nu eindelijk de trap kan fixen tussen de eerste en de tweede verdieping. Hoop ik. Naar binnen. Leuk spulletje. Ik denk als ik zeg maar deze hier neerzet. Gewoon even helemaal. Een oude flipperkast. Miel flipt hem. Snap je hem? Wacht, als ik ineens even eentje draai. Ho! Iemand belt. Miel op. Miel, ik ben het, Gaston. Ik heb zo horen zeggen dat Ludo Liniaal zijn oude vuurtorentop heeft verwijderd. Weet jij toevallig waar die nu is? Zie je, de top van zo'n vuurtoren, dat zou toch een prachtige blikvanger zijn op een fijn nieuw restaurant, hè? Nee. Als Gabriella het daar tenminste mee eens is. Tuurlijk niet. Ja, zo, ja. Sorry, ik moest eventjes, wat ik wil, is proberen die flipperkast bij de muur met andere troep te krijgen. Daar zou jij, de troepjesmuur. Alleen het probleem is, zeg maar, als ik hem nu neerzet en ik draai het huis, waar is hij heen? Waar is mijn flippenkast heen? Verdomme. Wat met telefoontjes? Er roept iemand Miel op. Niemand wil Miel oproepen, Miel. Ik heb een probleem. Oh, ik zie hem al. Mijn serre krijgt geen warmte. Mijn tomaten zijn aan het bevriezen. Ze hangen te rillen aan de plant. Oh, de radiatoren! Ja, zo, ja. Gebruik de radiatoren, Miel! Use the force of the radiators! Ja, ja zo, mooi. Flippenkast erbij. Hoppa. Oké, okay, vind ik wel weer vet. We zien tenminste alweer dat we de dingen die we net gekregen hebben meteen kunnen gebruiken. We kunnen dus de planten of warm houden of we kunnen de vuurtoren kap terugbrengen. Even kijken of die vuurtoren nog ergens hebben liggen in ieder geval. Ik heb trouwens maar één stapel stenen. Ik heb meerdere keren zo'n stapel stenen gehaald, dus dat klopt niet helemaal. Oké, okay, in ieder geval. Zo, wie zullen we eerst doen? We gaan eerst naar Vicky Vitamine, want Vicky Vitamine een geniaal karakter is in deze serie. Dag Miel. Mijn chick! Zeg, ik denk dat we eens iets moeten doen aan de verwarming in de school. Het is er bitter koud. Heb jij een goed idee? Nee. Nee, eerlijk gezegd, dat heb ik niet. Maar ik ga echt goed zoeken. Ja, tot ziens. Ja, weet je, zien, je stikt maar van de kou. En anders warm je me op aan je eigen baarmoeder. Ja, Oké, okay, dat is niet echt iets wat je zou zeggen tegen je vriendin. Behalve als je mij bent, dan is het gewoon normaal. Dan accepteert je vriendin dat ook. Zelfs ze gewoon, oh ja, het is Rick, weet je wel. Heeft weer iemand gebeld. Ik had niet veel anders Hallo, van hem verwacht. Met Fiona. Weet je, ik wil mijn volière klaarmaken. Daarin kan ik arme gewonde vogeltjes verzorgen. En laat maar raad, het is koud. Maar ik heb nog een net nodig voor de kooi. Oh, die heb ik voor je, dat is mooi. Kan jij mij daarbij helpen, denk je? Nee, nee. Ik heb in één keer wel gigantisch veel questen. Conclusie, iedereen heeft het koud en iedereen wil vogels vangen voor het avondeten. Nou, hey Sien, ik heb een radiator voor je, bitch. Dag, juffrouw Sien. Dag, Miel, mijn vriend. Heb je iets gevonden waar ik me mee kan verwarmen? Nee. Met piemel. Zeg, dat heb ik niet. Maar ik ga echt goed zoeken. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal, Miel. Snel, koop een vliegticket naar het buitenland. So long, gay boys. Even kijken waar Fiona Falk ook alweer woont. Nou, even een stukje terug.
komt dan goed. Als je hier even omhoog gaat, dan kom je uit bij die chick Fiona Falk. Maar je komt ook uit bij. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering krijg ik verder met nieuw monteur Bouthuizen. En ja, we hebben redelijk wat quests te doen. En hopelijk komt het allemaal weer goed. En kijk, het tweede puzzelstukje. Het tweede puzzelstuk. Oeh. En komen we dicht bij het uitspelen van dit fantastische spel. Vergeet niet te liken, bedankt voor de aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doei!